Het belooft een speciale zomeravond te worden in Enkhuizen. Waar normaal gesproken Frits Reinaert de Zuidertoren bespeelt, klinkt vanavond het spel van de Noorse bijaardier Laura Maria Roeslatten in de stad. Dat is nice. Ik sta het graag af. Het is eenmalig. Het is wat anders als er hier blijft zitten en ik niet meer terug mag komen. It's wonderful because I love playing with the sea and I love seeing the view here. And the bells, some of them are very historic. How many bells? So I love the sound. Het concert van Laura Maria is onderdeel van een reeks zomeravondconcerten in Enkhuizen. Ze speelt vaak moderne muziek en dat is altijd goed. Dit is niet alleen maar de gebruikelijke muziek die je hoort bij de bespelingen, de volksliedjes, maar dat er ook buiten de paden gekomen wordt met interessante muziek. Ze is de stadsbijaardier van Oslo. En een uitstapje naar Enkhuizen staat voor haar en de meeste bijaardiers hoog op de wensenlijst. En het heeft te maken met het prachtige uitzicht en de klokken die hier veel ouder zijn dan thuis. Yeah, you can hear the modern bells compared to the old ones. And it's, I play different repertoire here, maybe than at home. And whatever I play, it sounds different anyway. Vanavond klinkt het spel tussen 8 en 9 door de straten van Enkhuizen. It's not the same, but it doesn't make me nervous. Like, I like to meet the people after. I know that people sitting in their garden and listening also, if they don't actually come to the tower. And I love that, that people can do that. En Frits verheugt zich er nu al op. Worden de stoelen neergezet? Heel helder, heel duidelijk. Vanavond zit je er lekker tussen. Ja, vanavond zit het lekker tussen het publiek. Dan ga ik gewoon lekker luisteren.